Dit ambitieuze bouwproject bij het Eindhovense station loopt vertraging op. Het stadsbestuur ziet de drie torens het liefst zo snel mogelijk komen. Maar een groot deel van de gemeenteraad wil dat dit project goed wordt afgestemd met de plannen voor het hele stationsgebied. En die plannen zijn nog niet klaar. Als we over enige tijd het omliggende gebied gaan bespreken, ligt dit plan al vast. Dat lijkt ons niet wenselijk. Daarom stellen wij voor om een bestemmingsplan wijziging pas te agenderen als de plannen van het hele stationsgebied Zuid bekend zijn en de samenspraak en de aanvullende onderzoeken voltooid zijn. Vorige week bleek dat een deel van de omwonenden en ondernemers niet blij is met de plannen voor het stationsgebied. Ik zou graag zien dat de fietsenstalling, de entree, ergens anders wordt geplaatst. Dus dat iedereen zijn bedrijf nog steeds kan uitvoeren zoals ze het nu doen. En dus moet het plan in de wachtkamer, vinden politieke partijen. Een fikse tegenvaller voor wethouder Torrenoglu. De woningbouwontwikkeling moet naar mijn mening van deze locatie moet niet afhankelijk zijn van het inrichtingsplan. Hoe lang het uitstel duurt is niet duidelijk. Het stadsbestuur belooft later dit jaar met een uitgewerkt totaalplan te komen.